In de regio van Faro maken we twee schitterende fietstochten door het natuurgebied Via Formosa. We zien daar hoe zout gewonnen wordt en we spotten flamingo's. Tevens maken we hier de viering van het feest van 25 april mee. Daarna reizen we door naar Almonte, waar we een paar dagen in een hippie community verblijven. We eindigen deze video in El Rosio, een westernstadje waar de Spanjaarden ons verrassen met hun enorme gastvrijheid. A new adventure of DNF. We zijn een heel stuk verder doorgereisd naar het oosten. Faro voorbij en we zijn nu in Ohio. Eindelijk gaan de fietsen weer een keertje van de drager. Alweer, de tweede keer. We gaan hier fietsen in het zoutwinningsgebied. En we slaan hier het pad af. En we zien gelijk in de verte al flamingo's. We fietsen hier in het natuurgebied Via Formosa, dat meer dan 10.000 hectare groot is. Hier in dit bekken kun je goed zien dat het zout overblijft als het water verdampt. Zien we een ooievaarsnest als we niet met de auto aan het rijden zijn. En Georg, heb je de cash gevonden? Ja, wil je zien? Ja. Hier. I. Dat zie je. Lekker fietsen! Maar is die game op? Is die game?
nem fascismo e nem ditadura. Nadat we het feest van 25 april hebben bijgewoond, hebben we de stad verkend. We hebben weer wat leuks gezien. Bananenbomen. En er hangen echte banaantjes aan. Hoe leuk is dat? We maken weer een fietstocht door het park Via Formosa. Maar nu aan de andere kant van Faro. Allemaal ooievaarsnesten daar in die bomen. Ik weet niet of je ze kan horen op de video. We hoeven jullie niet meer te vertellen wat hier gewonnen wordt. Ofwel. Ook hier hebben we het geluk een hele groep flamingo's te spotten. Dit zijn zouttanks uit de Romeinse tijd. Hier werd vroeger vis ingezouten. Wat een heerlijke fietstocht was dat, hè? Ja, heerlijk. Echt een mooie afsluiting van onze heerlijke reis door Portugal. Want morgen... Viva España! Viva España! Gaan we Portugal verlaten en gaan we naar Spanje toe. Ook heel veel zin in. Jij ziet de brug? Ja, ik zie de brug naar Spanje! España! Daar zijn we! Bijna! We gaan naar Spanje toe. We gaan naar Spanje toe. In Spanje. Spanje. Ja. Andalusia. Huelva. Het is een plek vol magie. Ik zie een kat. Ja, we zijn bij een kat terechtgekomen. Via Fanside zijn we weer op een hele bijzondere locatie terechtgekomen. Dit is een ecologische community waar we in elk geval 2 nachten verblijven. En het is heel leuk, hè, Georg?
Ja, het is leuk hier. We filmen vanwege de privacy niet alles. Maar je kunt hier meedoen aan een gezamenlijk avondeten. Dat hebben we gisteravond gedaan. En dat was echt heel, heel lekker. Verrassend lekker. Verrassend lekker, want het zag er een beetje vaag uit, eerlijk gezegd. Maar het smaakte echt... ik heb jeuk. Het smaakte echt heel erg lekker. En het was vegetarisch. En daarna was er een kampvuur waar iedereen gezellig bij kwam zitten. En er werd een gitaar tevoorschijn gehaald. En er werden wat liedjes gezongen. Er werd gekletst van alle talen door elkaar. Ik heb Spaans gehoord. Nederlands, Duits, veel Duits. Engels. En eigenlijk is de voertuig Engels hier. Ah, het is gewoon heel leuk. En we gaan het nog een dagje meemaken. Vanavond gaan we weer meedoen met het gezamenlijke eten. En we gaan zien wat er op ons afkomt. Het is echt een soort hippie community. Gaaf om een keertje mee te maken. Dit is pelgrimsoord El Rossio, waar met Pinksteren echt meer dan 1 miljoen pelgrims heen komen om in een processie naar de kerk te gaan. Verder is er eigenlijk niet zo heel veel te beleven in dit stadje. Het is een slaperig stadje, ingericht in westernstijl. Alle wegen zijn onverhard, allemaal zand. En overal zijn van deze balustrades om je paard aan vast te binden. Want heel veel gebeurt hier nog met paard of paard en wagen. Maar wij zijn hier in het weekend. En dan wordt er wel een heel toeristisch gebeuren gemaakt. Met koetsjes waar je bij mee kunt rijden. En ponnetjes waar je op kunt. Maar desondanks is het een leuk stadje om even heen te gaan. Nou jongens, dit moeten we even vertellen hoor. Na de muziek, waar we al een biertje kregen, ik heb het niet opgedronken, maar oké, dat weten zij niet. Kregen we eten, werden we mee naar binnen gehaald. Echt, nou, het was echt niet normaal. We kregen van allerlei eten gewoon. En ja, we wilden weg op een gegeven moment, maar we mochten niet weg. En iedereen kwam met ons praten, maar ze spraken bijna geen Engels. Maar ze waren zo ontzettend gastvrij, dat was werkelijk... Niet normaal, hè? Ja. En toen op het einde, toen wilden ze een foto van ons maken. Waarschijnlijk met hun logo of met hun vlag, daar stonden wij voor. En toen gingen ze allemaal in die zaal foto's van ons maken alsof we popsterren waren. Ja. En gingen ze allemaal applaudisseren toen we weggingen. Nou, het was echt, het voelde zo echt ontzettend gastvrij. Dat was echt waanzinnig, hè? Fenomena. Ja, het was echt. Het is niet te vertellen gewoon. Dit moet je gewoon meemaken. Dit was geweldig. Het was een
geloof. Ja, het was hun geloof die vond dat ze ons uit moesten nodigen. Ja. En er kwam een oud vrouwtje naar ons toe en die ging me vastpakken en zei wat. Maar ja, wij verstonden er natuurlijk niks van. En het was gewoon geweldig. Geweldig. Ja. Nu gaan we terug naar de camper, want de dag is al lang voorbij. We moeten nog een slaapplek vinden. Leuk dat jullie allemaal weer gekeken hebben. En we worden ook heel blij van een duimpje natuurlijk. En nog blijer worden we van een abonnementje op ons kanaal. En als je het belletje even aanzet, dan weet je vanzelf wanneer de volgende video online komt. Want er komen nog heel veel meer avonturen, hè Georg? Ja. En zoals je ziet, is hier in de achtergrond, zijn we nu in de bergen. En daartussen hebben we nog heel veel beleefd. We waren bijvoorbeeld in Tarifa. Ja, en we zijn ook eventjes naar Engeland geweest. In de buurt van Ronda hebben we heel veel beleefd. Ja, een heel bijzonder smurfendorpje bijvoorbeeld. Ja. Dus tot de volgende keer. Dan tot de volgende. We hopen dat jullie er dan weer bij zijn. Doei! Doei! If you like our video, give it a thumbs up. If you like our overall content, please subscribe to our channel. Thank you for watching our video.